Oh, Caspasian. Oh, sorry, Flavia. It was just a history lesson. For foreigners. Senior Barstino, you all right? Of course he's all right. Læserne, uden for fabrikken stod de stakke højt opstillede kludebunker, samlet vidt og bredt fra. Hver læs havde sin historie, hver førte sin tale, men man kan ikke høre dem alle sammen. Nogle læser var indlandske, andre var fra fremmede lande.
Her lå i en dansk glas og til norsk glas. Pæredansk var den ene, og ravnorsk var den anden. Og det var det morsomme med de to, ville være fornuftig norsk og dansk. De kendte nu hinanden på sproget. Uagtet hvert af disse sagde, det norske var så forskelligt som fransk og hebraisk. De går til års for at få det råt og oprindeligt, og dansen laver sig til en suttesøde stade og brædder. Læserne talte, og læs er læs i et hvert land, det gælder kun noget i kvindebogen. Jeg er norsk, sagde den norske, og når jeg siger, at jeg er norsk, så tror jeg, at have sagt nok. Jeg er fast i trævlerne, som urfjellene i gamle Norge. Landet, der har en konstitution, som det frie Amerika. Det kildrer mig i trævlerne at tænke, hvad jeg er, og lade tanken mellemklinge i kraftigt ord. Men vi har en litteratursag, danske læs. Forstår de, hvad det er? Forstår, gentog den norske, glade danske boer. Skal jeg løfte ham til fjeld og nordlyse ham, klud som han er? Når isen tør for den norske sol, der kommer danske pæreskud op til os med smør, ost, ret ædelige varer. Og der følger til baller dansk litteratur. Vi behøver den ikke, men undvære helt dårligt øl, og hvor det friske vælger i bryden, og her er det en brønd, der ikke er boren, ikke skvalrer europæisk kendtet aviser, kammeratskab og forfatteres rejser i udlandet. Frit taler jeg for lungen, og dansen må vende sig til den frie lyd. Og det vil han i sin skandinaviske klammer til vores stolte klippelands verdens urknold. Således kunne nu aldrig en dansk læs tale, sagde den danske. Det er ikke vores natur. Jeg kender mig selv, og som jeg er alle vores læser. Vi er så godmodige, så beskedne. Vi tror for lidt om os selv, og det vinder man rigtig nok ikke noget ved. Men jeg kan så godt lide det. Jeg finder det så yndigt. For resten, det kan jeg forsikre dig, kender jeg til fulde min egen gode bonitet. Men jeg taler ikke om den. Sådan fejl skal ingen kunne beskylde mig for. Jeg er blød og bøjelig, tåler alt, misunder ingen, taler godt om alle. Uagtet er ikke meget godt at sige om de fleste andre. Men lad dem om det. Jeg gør nu altid grin af det, for jeg er så begævet. Tal mig ikke dette flade, vandet, bløde klistersprog. Jeg vamlede smidte, sagde den norske, og løste sig i vinden fra bunken og kom over i den anden. Papir blev begge to. Og tilfældet ville, at den norske lagskede papir, hvorpå en nordmand sad i trofas elskovsbrev til en dansk pige. Og den danske lag blev manuskript for en dansk ude til krig for Norges kraft og herlighed. Der kan også komme noget godt ud af læserne, når de først er kludebunden og forvandlingen er sket til sandhed og skridt. De lyser i god forståelse og i sindssygt velsignelse. Det er historien. Den er ganske fornøjelig og fornærmer at dele ingen uden læser. Læserne. Uden for fabrikkens stole i stakke højt opdækkede kludebunker, samlede vidt og bredt fra. Hver dag havde sin historie, hver førte sin tale, men man kunne ikke høre dem alle sammen. Nogle læser var indlandske, andre var fra fremmede lande. Her lå i dansk læs og til norsk læs. Pæredansk var den ene, og bagnorsk var den anden. Og det var det morsomme med de to, i hvert fald i norsk og dansk. De kendte nu i dansk på sted. Uagtet er, hvor disse sagde norske, var så forgældende og fremmede med fransk. Det går til ånd, og den får til morgen. Og det er det, der 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 er
Hop, 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 hop
Klaar. Anzi, proprio lui.
Little, shrug your shoulders in to make it look really small. Little. Zeker zoveel plezier aan ikzelf, zeker nu op dit moment. Natuurlijk, in de toekomst gaat het natuurlijk wel zijn dat we samen wel wedstrijden kunnen rijden, dat we samen worden gedaan. Je hebt besloten een paard te kopen. Nou, dat kopen op zich is zo moeilijk nog niet. Maar het kopen van een gezond paard vergt zeker de nodige ervaring en kennis. Ten eerste heb je natuurlijk goed overdacht wat je wil. Een dressuurpaard, een springpaard, een tuigpaard of een paardje om lekker mee buiten te rijden, zomaar zonder hoge eisen. Maar ook dan wil je natuurlijk wel een gezond paard. Je doet er dan goed aan om iemand met een beter getraind oog en goede kennis van paarden mee te nemen. De eerste indruk speelt een belangrijke rol. Staat het paardje aan? Is dit wat je wil? Wat je van verwacht had? Loop eromheen om het dier goed in je op te nemen. Kijk even naar de tanden. Controleer de leeftijd en let op slijtage, wat erop zou kunnen wijzen dat het een kribbenbijter is. Kijk of het dier niet te mager is en let daarbij ook op de glans van de vacht. Controleer dan de huid op beschadigingen. Let op littekens. Glij met de handen over de benen heen en voel of je geen harde verdikkingen of afwijkingen tegenkomt. Voel of de kootholte mooi schoon is. Pak de staart op, haal deze omhoog en voel of je weerstand hebt. Trek de staart opzij. Het paard moet nu tegendruk geven. Trek je hem zomaar omver, dan kan je hier al de nodige vraagtekens bij zetten. Kijk in de neus. Deze moet droog zijn. Er mag geen uitvloeiing te zien zijn. Kijk naar de mondhoeken. Deze kunnen beschadigd zijn. Heeft het paard er zelf zin in? Let op zijn oortjes en zijn algehele attentiewaarde. Is het paard goed voor het been? Wil het lekker lopen en zijn de passen regelmatig? Zet hij zijn benen goed weg? Is hij dus ruim en soepel en niet een stram paard?
paard, paard. Paard, 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 een paard, paard, een dressuurpaard, paard, een springpaard, paard, een tuigpaard, paard, 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 paard. Paard moet eerst heel goed in zijn hoofd zijn. Dus een paard die wil meewerken, dat is heel belangrijk. Heel, ja, absoluut, dat is wel heel belangrijk. Dat is voor mij het eerste ding. Dus ze moet heel goed zijn tussen de oren, zeggen we. Ja, absoluut, dat is wel heel belangrijk. Ja, absoluut, dat is de bouw heel van belangrijk. Het paard moet ook heel goed zijn. Dus dat is voor mij het eerste ding. Een paard moet eigenlijk een mooi lange hals hebben. Het paard moet mooi zijn, uiterlijk. En die moet mooi kunnen bewegen, die moet mooi zijn. Ja, dus het is eigenlijk wel, die training, dat is eigenlijk ook mooi. Die ontwikkeling van de spieren en de spieren op de juiste plaatsen. En dat is eigenlijk heel, heel mooi. Dat is voor mij het eerste ding. Dus ze moeten gewoon worden om een zaal op hun rug te krijgen. En dan ja, begint je ze aan de longe te laten lopen. Dus dat ze leren dus aan hun stem. De stem is heel belangrijk? Is heel belangrijk. Heel belangrijk? Absoluut. Ja, om ze gerust te stellen ook. En om, als je wat harder spreekt, dan weten ze dat je kwaad bent en dat ze moeten opletten. En, ja. En als je zachter en je ze beloont, dan weten ze dat het goed is. Dat, u hebt een goede stem? Ja, ik zal wel. Ik denk het wel. En als ik aan de mensen begeleid en lesgeef, ik zie de oren van die paarden zo altijd zo. Waar is ze nu? En wat zegt ze nu? En oei, ik moet nu opletten omdat ze wat harder aan het roepen is. 1, 2, 3, 4. Zo, ja. Veranderen. Diep de noek inraden. De wending komen. Recht. Mooi uitstellen. Is goed. Diagonaal van hand. Ja, naar je twee teugels. Als je zo op 3 jaar leeftijd begint, moet je tellen dat je ongeveer de Grand Prix 1, 2, 3, oefening 4, aan kunt. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10 jaar zijn. Ja. Dat is jaren werk. Ja, engelengeduld ja, heb je ja, nodig. Ja, absoluut. En dat hebt u. Ja, moet hebben, ja. En er zijn ook mensen bereid om voor dat geduld jarenlang te betalen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je kunt ze een beetje echt vergelijken als atleten. Pirouettes, doet deze dat ook? Pirouette kan hem dat ook. Cabrioles, dat zijn ook echt oefeningen. Die kan hem dat ook. Dat doet u niet. Nee. Maar als ik dat dansen zie van die paarden, denk ik toch... Oh, het ziet er een beetje onnatuurlijk, misschien zelfs tegennatuurlijk uit. Paarden zijn gemaakt om te rennen, te springen misschien, maar toch niet om te dansen. Ja, maar als je ze op de wei ziet lopen en ze zijn een beetje geëxciteerd en ze hebben niets gezien, dan gaan ze ook dansen. Dan gaat ze ook zien. Ze zijn ook echt... Ja, uiterlijk zijn ze echt om te dansen. En uiteindelijk, de paarden doen het. En doen ze het ook graag? Ja, ik denk het wel. Als ze het niet graag zouden blijven doen, dan blijven ze staan in de hoek en zeggen ze...
Thank you.
Okay.